Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En in deze aflevering gaan wij bouwen aan een klein nieuw gedeelte. En ik weet dat ik nog heel veel dingen moet doen. Ik moet namelijk een schema volbrengen. En dat houdt in, deze attractie moet nog afgebouwd worden. Ten tweede moet deze achtbaan nog voorzien van custom ondersteuning. Ten derde moet ik dit gebied afwerken, wat nog compleet leeg staat. Ten vierde moet ik dit pad helemaal mooi gaan maken. En ten vijfde, dit gebied moet mooi worden gemaakt met een nieuwe attractie. Jullie zien dat ik een compleet bouwwerkje heb neergezet en dat ik ga verder werken aan de wachtrij. De wachtrij gaat namelijk zo, hier maakt hij een rondje, hier kunnen we nog wat neerbouwen of neerzetten dadelijk. Dan ga je hier onderdoor, het heette Confisco, dat was gewoon een logootje wat in die custom scenery zat. Dan ga je naar binnen en hier gaan we nog een dak opzetten. Dan gaat hier de ingang komen en dit heb ik, het water heb ik een beetje ingekort, zodat ik hier wat meer ruimte heb voor eventueel een nieuwe attractie. En ik zat te denken, wat voor attractie moet ik nou doen? En ik dacht dat we gewoon maar weer moeten kijken richting een achtbaan, maar dan een speciale soort achtbaan. Dus gewoon een achtbaan dat je zegt van, wauw, wat een gave achtbaan! En hier gaan wij een torrentje neerzetten. En we gaan eens kijken of wij ook mooie muurtjes kunnen krijgen. Want die muurtjes hebben we nodig om de zijkant te bedekken van bijvoorbeeld dit stuk. En ja, dan moeten we de goede even vinden. En dat duurt eventjes, soms wel eens eventjes. Dat je denkt van, nou, dat duurt gewoon even. Dit is de goede muur, zoals je ziet. En die kunnen we door laten gaan. En we kunnen hier ook wat leuke dingen gaan bouwen, want we moeten dit ook een soort tunneltje maken. Dit moet de ingang worden van die achtbaan. Of van, ja, eventueel een achtbaan inderdaad. Zo. Nou, dat is het. Klaar. Nee, we moeten het wel een beetje detailleren natuurlijk, anders ziet het er niet zo mooi uit. Wat nou als ik de hele wachtrij voorziet van zulke, ja, wat zijn het? Van die kleine latjes. Zo, die kan niet, het ziet gewoon leuker uit op deze manier. Ik ga het even pauze zetten. Zo, zodat we geen herrie hebben van de achtbaan. Nou ja, dat hebben we alsnog. Vervelend dit. Dat is Rollercoaster Tycoon. Altijd last van bepaalde attracties. En terwijl wij dit rondmaken, gaat het zo helemaal naar achter toe. Zo, dan kunnen we ook de andere kant gaan doen. Zo, zo. Dit wordt lastig, want hier kan je twee kanten doen. Maar we doen het gewoon via die manier. En dan doen we zo. Problem solved. En hier gaan we helemaal rond doen. Met Z kunnen we hem draaien, dat weten jullie. Zo, kijk eens, nu hebben we een ondergrondje. En nou moeten we dus kijken hoe we dit gaan mooi thematiseren. Of we dat ook een beetje binnen doen. Want dit is al een klein beetje thematisatie voor de buitenkant. Daar kom je dus als bezoeker langs. Dus we kunnen dit nog aankleden met wat plantjes en wat bloemetjes. Ik denk dat we wat bloemetjes gaan maken. Omdat het wat vrolijker eruit moet gaan zien. Dus even kijken hoor. Wat kunnen wij hier mooi maken? Want ik zie roofs hebben we hier. Nou, roof hebben we eigenlijk nog niet nodig. Want we hebben al een begin. Even kijken hoor. Ook dit ziet er ook leuk uit. Oh, wat gaaf. Een balkonnetje. Maar dat ziet heel raar uit als we dat natuurlijk in de lucht bouwen. Dat een balkonnetje wordt natuurlijk, ja, boven iets gebouwd. Zoals hier. Hier is een balkonnetje opgebouwd. Je zou hier eventueel ook een balkonnetje kunnen bouwen. Als we hier nou twee dingen doen zo. Dan ziet het er wel grappig uit, denk ik. Ja, dit kan wel. Denk ik. Nee, ik haal het weg. Het ziet er niet zo mooi uit. Daar komen we later bij. Dat heet L33 Scone Fishing Grill. We hebben ook complete, ja, hoe noem je dat? We hebben ook complete gebouwtjes die we kunnen plaatsen, zoals dit. Kijk, dit is allemaal decorstukjes. Dat zijn gewoon, eventueel, die zitten gewoon, ja, in de game. Kijk, we kunnen dat gewoon hier plaatsen, zeg maar. Maar dat ziet er heel apart uit, natuurlijk. Kijk, je zou dat dan hier kunnen neerzetten. En zo heb je allerlei verschillende dingetjes die je kan neerzetten, zoals dit ook hier. Kijk, leuk toch? Dat ziet er wel zeker niet slecht uit, maar het wordt iets te druk, denk ik. Zo, ik ga wat steentjes toevoegen aan de zijkant. Even kijken of dat mooi gaat staan. Dat doet er wel leuk plaatsen een beetje. Moet ook een beetje kloppen bij de scenery. Maar het lijkt me wel leuk om gewoon random wat steentjes neer te zetten. Dat je een beetje gevoel hebt van, hé, dat hoort bij de attractie. En dat vind ik wel leuk, van die boulders. Misschien hier een grote boulder in midden. Ben je ook gelijk klaar natuurlijk als we dit natuurlijk hier zo doen. Nee, ja, dat is veel te simpel. Ik had liever een gebouwtje, maar het moet niet te hoog worden. Dus ik denk dat juist dit wel heel gaaf is. Als we dit een beetje zo doen. En er komt wat omgeving dadelijk. Ja, dat gaat wel beter worden, denk ik hoor. Kijk, als we hier ook wat hier zo, dit doen we ook een beetje zo. Dat we een beetje in laagjes werken, hè. Ik denk dat dat wel leuk eruit gaat zien. Dat een beetje bedekken wat de attractie is. Hier, als we dit nou grenzen aan dit. Zo.
Kijk, dat zou nog best wel kunnen hoor. We gaan er wel wat gaas van maken. Als ik daar iets tegenaan doe, zoiets van kijk, dit is ook natuurlijk tof. Wel, ja, het is wel heel erg groot, hè? Misschien moet ik het iets lager maken. Iets groter juist zo. Dit zou wel kunnen hoor. Dit is zeker tof. En hoe groot, ja, die kan ook die boulders nemen hier en die stenen. Maar die vier stenen vind ik wat minder. Ik vind met dat gras erop, die hebben we natuurlijk vaker gebruikt in de map. Dat vind ik over het algemeen wel gaaf eruit zien. En hier zie je ook nog de omgeving naar buiten natuurlijk. Dat is ook wel tof. Dat het niet overal bedekt is om je heen met van die grote boulder rocks. Zo, zoals dit. Nou, dit is stoer, joh. En het gaat vooral om de planten. Want we gaan natuurlijk wat vette planten neerzetten dadelijk. En die gaan het helemaal maken. Je gewoon dit maken, joh. Kijk hoor. Het ziet er niet zo mooi uit. Iets te, een beetje te krop hier. Zo. Dit zou wel kunnen, denk ik. Kijk, hier van die huisplantjes. Die hebben we niet nodig. Ik zal maar vier het midden zetten. Ja, dit zijn van die boomstronkjes. Die leggen we meestal bij die thematisatie horen. Die wel hier, die boomstronkjes. Kijk. Dan heb je ook van die stompjes. Van die boompjes. Die zetten we ook daarbovenop natuurlijk. Zo. En dan doen we ook een omgevallen boom. Zetten we hier bovenop. Kijk. Mooi, hè? Die is gewoon keihard omgevallen. Door de harde windstoten. Maar het leuke is natuurlijk als we ook wat bomen kunnen neerplaatsen die gewoon... Oh, die staan wel leuk hoor bij die attractie. Ja, die een beetje een Asian styling. Snap je wat ik bedoel? Beetje Aziatische stijl is dit, joh. Zo, dan plaats ik hier nog wat boompjes. Oh, die staat precies in de hoek. Dat vind ik wat minder. Zo, dat is beter. Ja, kijk. Splash heeft een noodstop moeten maken. Nou... Dat maakt toch niet uit? Nou, wordt toch alweer gerepareerd. Oh, die achtbaan zit waarschijnlijk nog aan het testen. Ja, die kunnen we stoppen met testen. Dat zal allemaal wel goed zijn. Ik vertrouw erop dat die gewoon goed is. En deze boom wil ik ook nog even plaatsen hier. Die gaan we hier bovenop zetten. Zo, dat is een grote boom, joh. Staat die wel mooi? Ik vind het wel een heel aparte boom. Ik weet niet of die daar staat. Dan plaats ik liever nog zo'n tree. Die vind ik dan nog wat leuker. Zo, hoppakee. Moet niet te druk worden. Nu gaan we de bosjes doen. Dus een beetje de laagliggende bloemetjes en de dingetjes. Dus het soortje. Waar staan de bloemetjes? Ik bouw maar even verder. Zo, deze vines ga ik ook plaatsen als het lukt. Even kijken of we dat ergens bij een attractie kunnen doen. Want het is wel gaaf dat we dit misschien erop kunnen plaatsen. Dus even kijken. Dat ziet er ook wel stoer uit, die bloemetjes. Kunnen we dat ook hier bij de ingang doen? Of wordt dat een beetje te? Nou, ik denk dat het een beetje te is. Het is een beetje te. Te veel, hè? Maar waar zijn die stomme bloemen nou? Vorige keer kon ik ze zo makkelijk vinden. Ze staan hier ergens verstopt tussen die custom scenery. En ze zijn best pittig om te zoeken. Evergreen bosjes kan je ook wat neerplaatsen hier. Dat het een beetje van het gras lijkt. Dat er, alsof het lijkt alsof er wat van die pluimpjes uitsteken. Zo, die kunnen ook hier op een paar plaatsen. Een paar van die grasplekjes maken. Kijk eens, dat ziet er leuk uit. En hier tussen kunnen we hier nog wat plaatsen hier. Ja. Yeah. Kijk eens, daar komen ze hoor. Dan hebben we nog tropical bosjes, wild bosje. Oh, die ziet er schattig uit, een wild bosje. Kijk nou. En deze lijkt me ook leuk om die neer te zetten. Moet niet te druk worden, hè? Dus dan moet je maar uitkijken dat je niet te veel plaatst. Maar deze, die large, die kunnen we misschien wel ergens even kwijt. Misschien wel hier. Zo. Kijk, dit ziet er al beter uit. Het thema kunnen we misschien wel een beetje Aziatisch doen, bedenk ik nu. Aangezien we toch lekker bezig zijn. Moeten we ook een beetje Aziatische boompjes doen. Misschien kunnen we dit wel aan de zijkant doen van hier zo. Even kijken hoe dat staat. Hebben wij een Aziatische sfeer? Dan moet je voor mij een hele nieuwe custom scenery pack voor downloaden. Wil je een beetje dat Aziatische gevoel krijgen in je map. Voor mij heb je niet echt object of zo ervoor. Jammer. Misschien kunnen we iets kijken, even zoeken hoor. Je hebt hier natuurlijk avontuurlijk, Wild West, Spooks, Ruimtes, Piraten. Dit is dan Atlantis, dat zou het misschien onder kunnen. Safari niet, Dino's ook niet. Misschien dat we hier iets kunnen vinden onder deze twee. Ja, dan zou je het aap op schommeltje zou. Kan je op zich doen. Ziet er wel grappig uit op zich, het aapje. Als je dat zo hebt, zo. Ik denk dat ik hem iets hoger moet doen, ietsje. Of zweeft hij dan? Even kijken of hij zweeft. Hij mag niet zweven namelijk. Nee, zo is hij leuk. Een aapje op een schommeltje. Ik vind hem leuk. Beetje, ja, toch een beetje Atlantis jungle gevoel misschien. Kijk, wat hebben we hier? Coaster tracks? Nou, dat hebben we niet nodig.
misschien wat danseres hier. Ja, misschien krijg ik dan meer danseres hier zo, ja. Dat is misschien wel leuk. Hier hebben we nog een exotisch vogeltje. Die kunnen we ook misschien plaatsen zo. Kijk eens. Oh, dat staat leuk. Dat staat heel leuk. Gewoon nog wat dieren misschien, ja, inderdaad. En die maskers. Ja, dat kan je toch een beetje een mix maken tussen beide. Die maskers doen we dan hier ergens. Hier erop of zo. Kijk eens. Gaaf. Dat vind ik gaaf. Zo'n stenen hoofd maakt het ook wel een beetje... Ah, dat heeft ook wel iets. Als we die nou hier plaatsen, zo. Kijk. Ik begin me helemaal in te leven nu op dit moment. In te leven in deze attractie. Hoe zou het zijn? Wat voor attractie zou het worden? Dit ziet er wel heel stoer uit, wat we nu hebben neergezet hier. Ik weet niet of we dit nog overdekt moeten doen. Want ik vind die kleine lage balkjes vind ik op zich wel leuk. Misschien zou ik er nog een heel klein hekje... Een hekje? Ik heb al 30 jaar dat ding en ik weet niet eens wat een hekje is. Ik zou hier gewoon een klein hekje op kunnen doen, denk ik. Hebben wij een hekje? Misschien uit het Circus Center. Ja, als we deze nou hier op gaan doen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Dan zou ik het even moeten testen. Een beetje een bruine kleur. Ik weet niet... Dat kan denk ik best wel staan. Ik weet niet. Ja, bruin kan op zich. Ik denk dat dat helemaal niet zo slecht staat. Ja. Laten we dat gewoon gelijk doen. Hoppakee. Gewoon helemaal eromheen zetten. Het doet ook precies aan de buitenkant. Dat is gewoon in verband met dat kinderen niet overheen kunnen springen. Maar dat je duidelijk ziet dat het gewoon een wachtrij is. Zo. Ik ga het helemaal naar binnen zo. En hoe ver gaat hij naar binnen dat we dat kunnen doen? Ik denk tot hier dan. Zo en zo. Kijk. Tof. Ik vind het helemaal mooi. Ik weet niet of we dit gaan doen. Die haal ik gewoon weg. Bij deze. En dit ook. Huppakee. Nu we deze wachtrij hebben gedaan, gaan we naar het volgende. We gaan de attractie nog niet doen. Maar als jij suggesties hebt wat voor attractie we hier kunnen bouwen, laat het weten in de comments. Dan ga ik ze lezen en dan ga ik kijken of ik wat mee kan. Je hebt een beetje de setting gezien wat het wordt. Dus als je een idee hebt om hier wat hier te bouwen, laat het weten. We gaan nu wat paden mooi maken. Dus ik ga even de set erbij pakken om die paden, om deze kleur te krijgen. Dat soort van asfaltkleurtje wat je ziet. En dat is verborgen bij... Dat zit natuurlijk ergens verstopt in een van mijn 1000 setjes. Brian's Pet Covers Soul D. In ieder geval, het is die. Zo, dan gaan we heel die, al die paden gaan we even mooi maken. En de hoekjes doen we dan nog even niet. Dat kunnen we wel... Ja, we kunnen het wel even snel doen. Nee, dit is te klein. Zie je het? Hij is net te klein. Jammer dit. Maar ik kan het oplossen door dit te doen. En dan twee driehoekjes. Kijk. Zo kan je het natuurlijk eenvoudig oplossen. Doen we maar even op die manier. Oh, die boom staat in de weg. Sorry. Hier maken we die petcovers een beetje mooier. Hier gaat hij onder. Zo. Het is gewoon wat thematisatie dat dat trapje daar zat natuurlijk. En die mensen lopen gewoon over die petcovers. Het is gewoon dat rode staat niet mooi. En dit donkere is gewoon wat beter voor het hele park. Dus dat gaan we gewoon over het bijna het hele park doen. En niet met dat we met andere kleurtjes zitten. Want dat zag gewoon niet zo mooi uit, vond ik. We gaan het even versnellen. Zo, nou dit is voor een groot deel gedaan. Gelukkig, want het is niet mijn leukste favoriete deel, maar het moet wel gebeuren. Hé, hey, ik heb een stuk pad geplaatst, wat ik niet kan wegklikken. Dat heb je wel eens zo. Huppakee, wegklikken. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Ik heb wel erg zin in die nieuwe attractie. Hier moeten we ook nog al die ondersteuning doen. Ik heb er gewoon geen zin in. Dan moet je zoveel, het kost zoveel tijd en zoveel werk. En ik moet even een nieuwe Custom Scenery gaan downloaden. Die dan ervoor zorgt dat je meer mogelijkheden hebt met ondersteuning. Hier kunnen we ook nog wel wat maken met die kerstel misschien. Kijk, dit past wel mooi bij dit. Zo, kijk eens aan. Een Dino Burger. Komt gewoon door het plafond heen, zie je dat? Het plafond moeten we even weghalen zo. Daar ook. Zo. En dan doen we ook nog wat te drinken. Daar hebben we in ieder geval daar geen problemen mee over. Want vorige keer was het natuurlijk toch gezeik dat mensen
geen genoeg drinken en eten konden kopen. Dat hoop ik dat het nu wel een beetje opgelost wordt. Dat we wat meer gebieden mooi maken. Zo. De Splash. De Splash. Echt een hele grote attractie. Te groot, hè? Ik weet het. Nou, dit was misschien een wat kortere aflevering, maar wel een duidelijke aflevering. Want ik wil graag van jullie weten wat voor attractie moet hier komen. Jullie mogen bepalen en het maakt niet uit hoe groot die wordt. Het mag ook een dark ride worden, maar het mag ook iets buiten zijn natuurlijk. Zeker weten, laat het weten. En dan volgende keer gaan we dat, hopelijk, gaan we dat bouwen. Vergeet de video niet te liken en vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. Dat kan allemaal, het is allemaal gratis. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3. Later.